Na het sporten en bewegen moeten we natuurlijk onze kleding goed wassen, maar vergeet ook jezelf niet. We moeten niet alleen zweet of vuil van ons afwassen, maar het helpt ook om je schoon te maken van slechte gevoelens. Denk maar aan een gevoel dat je bijvoorbeeld niet zo leuk vindt. We maken van onszelf een wasmachine en wassen ons helemaal schoon. Zorg dat je voor deze beweging voldoende plaats hebt. Doe maar mee. Zet je voeten een klein beetje uit elkaar. Niet te veel. Zorg dat je altijd stevig op de grond blijft staan. Je armen zijn zacht en ontspannen. Voel maar eens. We gaan ons bovenlichaam van links naar rechts draaien. En je armen zijn nog steeds losjes naast je. Oh, we gaan wat sneller. Voel je hoe je armen beginnen mee te draaien? We draaien als een wasmachine heen en weer. Dan sluiten we onze ogen en we blijven draaien. Ja, niet te snel, hè? Niet te snel. We draaien iets trager totdat we weer stilstaan. En we gaan ons helemaal droog tikken. Begin met je vingertoppen bovenaan je hoofd. We tikken zachtjes over ons hele lichaam en voel je vingertoppen tikken over je voorhoofd, ogen, wangen, mond, hals, borst, buik, armen en je benen. Helemaal tot beneden op de grond. Laat je nu maar eens goed hangen. Er is een zacht briesje. Beweeg losjes mee met de wind. Duw je voeten stevig in de grond en laat alles hangen. Je armen zijn zacht, je hoofd is helemaal los. Dan kom je zachtjes terug naar boven. Zo, nu zijn we helemaal droog. Blijf staan en voel maar na wat de wasmachine met je deed. Ben je schoongewassen? Top, dan kan je er weer terug tegenaan.